Het laatste werk van vanavond heet Traveler, van David Maslanka. Nelson Mandela was een traveler, hoewel hij niet zoveel meer uit zijn eigen land vertrokken is. Maar hij reisde binnen zijn land doorheen de wereld. De hele wereld kwam ook naar hem toe. Ik ben als journalist ook zo lang een traveler geweest. Ik hoop het nu iets rustiger aan te gaan doen. Maar David Maslanka zegt over het einde van het leven van zo'n traveler. En dat is dus wat we met Nelson Mandela vorig jaar, 5 december, hebben moeten meemaken. Hij zegt, het laatste deel van een leven hoeft helemaal niet droevig te zijn. Want uiteindelijk is het het samenvallen van alles wat er tevoren geweest is. En het is tegelijk een soort krachtige projectie naar de toekomst. De dood is niet het einde. Het is ook een gift, het kan een gift zijn, van vreugde en van nieuw leven. Je moet ook weten dat in Afrika de dood gevierd wordt. Het is iets wat wij hier in Europa heel weinig kennen. Dood wordt gevierd. Niet omdat men blij is uiteraard dat er iemand dood is, maar wel omdat uit de dood het nieuwe leven weer voortkomt. En het leven stopt nooit. En dus een dode wordt geëerd en er wordt feest gevierd om die dode voor eeuwig in vreugde te kunnen blijven gedenken. En daarom ook dat deze muziek begint met heel veel energie, met een grote beweging. En uiteindelijk zal eindigen in een grote strijd. De laatste woorden die David Maslanka over zijn eigen stuk zegt, dat is in our hearts, our minds, our souls, we travel from life to life to life, in time and eternity. In onze harten, in onze geesten, zullen wij altijd blijven reizen, van leven naar leven naar leven, tot in der eeuwigheid. Ik wens u nog een heel fijne avond. Thank you.